Davinia van Mechelen, we zijn hier vandaag in Genk. Jij hebt de overstap gemaakt van Standaard naar Genk. Moeilijke keuze? Ja, het was in het begin wel een moeilijke keuze, maar ik denk voor mijn studies dat dat een heel goede oplossing was. Want ik ga nu op gastgezin en zo en dat is veel makkelijker te combineren dan als ik in Standaard was gebleven. Ja. Had je ook aanbiedingen uit het buitenland? Want iedereen verwachtte dat jij wellicht in het buitenland ging terechtkomen. Ja, maar ik vind nu even belangrijker dat ik mijn diploma haal en dan zien we wel. Blijven werken. Daarna kan het nog altijd, hè? Ja, klopt, klopt. Tijd genoeg, hè. En diploma is toch nog altijd belangrijk in het vrouwenvoetbal. Dus. Ja. Je hebt ook met de Belgian Red Flames dat EK gespeeld in Nederland. Hoe viel dat allemaal mee? Dat was echt heel mooi om te zien. Ik was vorig jaar ballenmeisje op het TK van de mannen. Mm-hmm. En dan nu zelf op dat plein staan, dat is echt schitterend. Zoveel volk, zoveel supporters die naar Nederland waren gekomen, was echt mooi. Ja, een unieke ervaring? Ja, inderdaad. Ik ga het nooit vergeten. Ja. Ook leuk dat je al hebt mogen meespelen in die matchen. Het waren 3 matchen, het waren leuke matchen. Veel publiek ook, veel mensen uit België. Was dat leuk? Ja, het was echt een kick. Ik had niet verwacht dat ik zoveel ging spelen. En mm-hmm. Ik heb toch heel veel minuten gehad waar ik heel tevreden mee ben. En ja, dat is schitterend. Ja. Nu, je bent terug bij Genk. Dat is een nieuw avontuur. Jullie hebben al een aantal matchen in de voorbereiding gespeeld. Hoe loopt het? In het begin is dat aanpassen, maar ondertussen zijn we allemaal op elkaar ingespeeld en lukt het heel goed. De sfeer is echt top. Dat is echt geweldig hier. Mm-hmm. En wat verwacht je van de competitie? Want jullie gaan wellicht ook een van die kandidaten voor de titel zijn, denk ik, hè? Ja, we gaan gewoon ons best doen en zien waar we komen. Er is niks van moeten. Ik denk dat wij gewoon play-off 1 willen halen en dan verder zien. Ja, zoveel mogelijk goede voetbal en goede wedstrijden spelen. Ja, inderdaad. En als groep een paar topploegen verslaan. En dan is het seizoen geslaagd, denk ik. Ja. En dan met de Belgian Red Flames. Ook dat gaat verder. Jullie spelen daar al begin september, denk ik, tegen Moldavië. En dan later Roemenië, Portugal. Hoe zie je dat? Want in die groep zitten 2 ploegen die ook in Nederland waren. Portugal en Italië. Heb je daar al iets van kunnen meepikken of gezien? Ik denk toch wel, als we een perfecte match spelen, dat we ons kunnen kwalificeren. Maar ik denk dat dat van match tot match afhangt. Mm-hmm. Ik heb Italië zien spelen op het EK en dat was een heel ander Italië dan op de Cyprus Cup. Dus ja. Ik denk dat dat van match tot match afhangt. Ja, er kan nog veel gebeuren, hè, tegen dan. Ja, inderdaad, inderdaad. En gewoon hard blijven werken en hopen dat ik een paar minuten krijg in een van die matchen. Ja. En waarom moeten de mensen het toekomende seizoen naar de Super League komen kijken in het vrouwenvoetbal? Ja, omdat vrouwenvoetbal een heel andere sport is dan mannenvoetbal. En ik vind dat ze dat, die vergelijking niet meer mogen maken. En ja. Dat ze gewoon vrouwenvoetbal bekijken als een heel technische sport. En hopelijk dat DK heeft geholpen daarmee. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes in elk geval. Dank je wel.